Welkom bij NH Next. Daar zijn we. Goedemiddag dames en heren en welkom bij NH Next. Het komende uur ben ik er met een bijzondere tafel. Welkom bij NH Next. Vanmiddag weer uit de kantine van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De afgelopen week hebben wij heel veel aandacht besteed aan innovatie op het terrein van de energietransitie. Waterstof was het thema. En we hebben gezien dat in Noord-Holland Noord er hele grote kansen zijn om daar hele grote slagen in te slaan. Wat brengt die innovatie met zich mee? Hoe is de innovatie in de toekomst? Hoe ziet die er eigenlijk uit? En daar gaan we het vanmiddag met elkaar over hebben als het gaat om toekomstbestendigheid, toekomstbestendig ondernemen. Het gespreksonderwerp om eens een uur met elkaar over van gedachten te wisselen. Dat doe ik vandaag met Helene Keur, wethouder uit Den Helder. Welkom. Hans Huibers, die neemt heel West-Friesland mee, de West-Friese bedrijvengroep. Jeroen Noot, de hele agrarische sector, Greenpoort Noord-Holland Noord. En Mike Hoogveld, en die staat voor NLMTD. En daar is die co-founder, spreker en auteur. Mike, welkom. Jij gaat ons een halve uur meenemen in wat toekomstbestendig ondernemen is. Maar voordat je dat gaat doen, ga je eerst even uitleggen wat dat NLMTD betekent. Ja, lijkt me een goed idee. Dankjewel. We waren gewoon te beroerd om de klinkers er ook bij te zetten. Het staat voor Unlimited. Dat is een adviesbureau op het gebied van toekomstbestendigheid. En naast dat adviseurschap heb ik ook promotieonderzoek op dat vlak gedaan. Ik heb er diverse boeken over geschreven. Doe ook dit soort dingen als lezingen en lesgeven. Dat is dus ook wat ik het komende half uur met jullie wil doen. Eigenlijk op basis van mijn kennis en ervaring. Eerst even stilstaan bij wat is nou eigenlijk toekomstbestendigheid en hoe kun je dat nou op een praktische manier in je eigen organisatie verwerken en in de samenwerking met andere organisaties, niet onbelangrijk. Laten we eerst eens even daar kort bij stilstaan. En wat is nou eigenlijk die toekomst? Die toekomst is vooral eigenlijk heel erg lastig voor veel mensen. Wat je ziet is dat we een soort van diep gewortelde behoefte hebben om een beetje grip te hebben op die toekomst. Er is dus eigenlijk een enorme industrie wereldwijd al eeuwenlang waarin mensen geld verdienen aan het feit dat ze andere mensen vertellen hoe de toekomst eruit komt te zien. En bij definitie is dat eigenlijk onmogelijk. De toekomst die laat zich niet voorspellen. En als de vraag dan is hoe dan wel, dan gaat het eigenlijk vooral over probeer hem niet te voorspellen, maar probeer hem te creëren. Eigenlijk zo Lincoln al heel lang geleden zei. En daar gaan we eens even met elkaar naar kijken. Hè. Hoe kan je dat nou vormgeven? En ter illustratie daarbij eerst nog even, als mensen dan denken van die toekomst is voorspelbaar. Ooit was er een hele wijze manager bij het platenlabel Decca. Daar kwamen vier jongens langs met een gitaar en die zeiden wij willen leuke muziek gaan maken voor jullie. En hij zei dat is wel echt iets voor van het verleden. Voor de toekomst is gitaar niet meer relevant, dus jongens daar is de deur. En ik denk dat dat toch nog wel wat opspelend maagzuur heeft gecreëerd toen hij terugdacht aan die 800 miljoen albums die ze verkochten. Dat de geschiedenis zich soms lijkt te herhalen, zie je dan ook weer terug, bijvoorbeeld in dit geval op het boekenvlak. Hè? Mevrouw Rowling, die iets van 12 of 13 uitgeverijen langs ging. En iedere keer hetzelfde te horen kreeg van Lord of the Rings en dat soort dingen. Fantasy, dat is geweest. Weet je, wij geloven er niet in. Ook daar denk ik dat mensen soms wel eens zwetend wakker zijn geworden, 's nachts naar de hand. Van had ik toch maar ja gezegd. Hè? Met andere woorden, die toekomst die is eigenlijk gewoon niet te voorspellen. En wat nou eigenlijk het nare is dat ons brein geëquipeerd is om te kijken naar de status quo. We zijn eigenlijk, ook onze zintuigen zijn erop gericht om het heden waar te nemen. Maar ook als je kijkt naar hoe ons brein in elkaar zit, ik zal daar niet al te diep op ingaan, dan zie je eigenlijk dat het oudste deel daarvan de hersenstam is. Dat hebben wij geërfd van de reptielen, dat wordt ook wel het krokodillenbrein genoemd. En eigenlijk is dat er alleen maar op uit om de huidige situatie te houden zoals die is. Want dat is veilig, zo overleef je. En onbewust, zo'n beetje 98% van ons gedrag is de schatting, is dat eigenlijk dominant. Dat we zonder het door te hebben, vooral eigenlijk reageren op nieuwe dingen die op ons afkomen als, dat is gevaarlijk.
Of dat wil ik niet. Ik duw het weg. Ik wil eigenlijk het houden zoals het nu is. En daar wil ik met name met jullie ook naar gaan kijken. Van hoe kun je dat nou eigenlijk overkomen? Wat is daar nou eigenlijk voor nodig om te forceren dat je wel met die toekomst bezig gaat? Want hoe vaak we ook zeggen, hè, ik vind verandering wel leuk. Diep van binnen vinden we dat eigenlijk gewoon helemaal niet. En we vinden het al helemaal niet leuk als we zelf ook moeten gaan veranderen. Nou, nu zitten we in een tijdperk waarin verandering ongelooflijk aanwezig is. Als je alleen al kijkt naar het aantal patenten dat in de afgelopen 20 jaar is aangevraagd, dan zie je dat daar een enorme groei in is geweest. We zitten dus eigenlijk in een soort tijdsgewricht, zou je kunnen zeggen, hè? Waarin echt de moderne wereld opnieuw wordt gedefinieerd, dan eigenlijk mijn inschatting. Het bijzondere overigens is, als je hier wat beter naar kijkt, dan zie je dus dat China en Amerika en dergelijke en Japan enorme groei hier laten zien, terwijl we in Europa daar behoorlijk op achterblijven aan relatieve groei. Dat is best wel iets zorgwekkends. Hè? Willen we niet een soort openluchtmuseum gaan worden in de toekomst ten opzichte van de rest van de wereld? Tegelijkertijd zie je dat ook de snelheid enorm aan het toenemen is. He, waar ooit de telefoon, uitgevonden door meneer Bell, zo omstreeks, dat was het 1860, 1870, er zo'n beetje naar schatting 75 jaar over deed om 50 miljoen gebruikers te krijgen. Waarbij ik me overigens altijd afvraag van wie kocht die eerste telefoon? Daar had je niet zoveel aan in je eentje. Maar 75 jaar, he, hartstikke lang. De radio deed het al een stuk sneller, in zo'n beetje de helft van de tijd. Maar Pokémon Go had maar 5 dagen nodig. En eigenlijk is dat het gevolg van 2 dingen die je ziet. Namelijk enerzijds het internet dat alles met elkaar verbindt. Je kan gewoon iedere plek ter aarde is wel afgedekt daarmee. Daar kan je mee in contact komen. En het tweede is eigenlijk, zoals de Engelsen dat mooi zeggen, software is eating the world. Steeds meer van wat wij doen gaat over software. Waar banken bijvoorbeeld vroeger vooral gingen over fysieke filialen en buizenpost en noem het allemaal maar op, zijn het nu gewoon softwarebedrijven geworden. En dat zie je in heel veel sectoren eigenlijk terug. En software is niet alleen maar programmacode, dat gaat ook over kennis, intellectueel eigendom, in sommige gevallen dienstverlening. En dat kan je dus, hè, in combinatie met dat internet wat ik net noemde, heel snel, zonder veel kosten, van de ene plek van de aarde naar de andere versturen, daar dupliceren. En dat maakt eigenlijk dat het tempo voor vrijwel iedere sector ongelooflijk hard omhoog aan het gaan is. En daar zul je dus in je organisatie iets voor moeten in gaan bouwen, wil je daarin meekomen. Er zijn namelijk ook organisaties die dat niet gelukt is. Hier zie je ter illustratie wat Nokia is overkomen. In het begin zie je hier 2 spelers, Motorola, Nokia, vrij kleine markt. Je ziet uiteindelijk Nokia gaan groeien naar de grootste ter wereld, 450 miljoen toestellen per jaar. Mega succesvol. Je ziet op een gegeven moment Samsung daarbij komen, die het ook hartstikke goed doen. Maar 2007, moet je opletten, gebeurt iets interessants. Dan zie je links onderin ineens een klein geel balkje ontstaan. En naarmate dat balkje groter wordt, zie je daar ineens de naam Apple in verschijnen. En nu moet je even op dat gele balkje letten en de balk van Nokia. Nou, het zal geen verrassing zijn dat dat niet zo goed afloopt. Hè? En dat is bijzonder. Ze waren echt wereldmarktleider. En ze zijn eigenlijk zo succesvol geworden op een gegeven moment dat ze onbewust te ver van de klant af kwamen te staan. Te veel met hun product bezig waren geweest. Ik ga daar nu niet verder op in. Wat ik in ieder geval wel nog aan je wil laten zien is dat eigenlijk zo'n bedrijf als Nokia niet de enige is. Kodak natuurlijk ook een bekend voorbeeld. 165.000 werknemers wereldwijd op het hoogtepunt. En notabene uitvinder van de digitale fotografie. Alleen hun bestaande business, de filmpjes, de materialen voor drukkerijen, noem het maar op, was zo ongelooflijk winstgevend dat ze zeiden, ja, dat digitale, weg mee. Dat is alleen maar ongunstig. Ja, alleen kwamen ze vanuit Japan ook op dat spoor en waren ze veel innovatiever in hoe ze dat aanpakten. En dan zeg je misschien, nou, flauw, hè? We hebben het hier over Noord-Holland en dat is allemaal heel ver van mijn bed. Nou, als we iets dichterbij kijken op de Nederlandse markt voor retailers, dan zie je dat dit allemaal organisaties zijn die in de afgelopen 10, 15 jaar wel degelijk gezien hebben dat e-commerce een enorme impact zou gaan hebben op hun bedrijfsmodel. Maar om verschillende redenen, als je de case studies bekijkt, zijn ze er niet in geslaagd of onvoldoende in geslaagd om zich daarop aan te passen.
En ze hebben dus met elkaar gemeenschappelijk dat ze allemaal failliet zijn gegaan of geliquideerd. Sommigen zijn weer doorgestart. Maar als je het dan hebt over het voorspellen van de toekomst, denk ik niet dat als ik je dat, nou, laten we zeggen, 10 jaar geleden zou hebben gevraagd, dat je helemaal tot zo'n lijstje zou zijn gekomen. Ik vind het in ieder geval wel indrukwekkend. En nou ja, denk maar eens na, hè. Zou je je spaargeld nu durven steken in HEMA of in Blokker of wat dan ook? Nou, dat antwoord laat ik even aan jullie. Tegelijkertijd, hè, zie je dat er organisaties zijn die ongelooflijk succesvol opereren in zo'n dynamische omgeving. Hè. En ze worden niet voor niets de Frightful Five genoemd. En dat is alleen nog maar de westerse blik. Hè. Dan kijken we niet naar het oosten, naar de Tencents en de Alibaba's, et cetera. Alleen al een Apple, hè, heeft een marktkapitalisatie van $2000 miljard. Daar koop je volgens mij een half continent voor. Die partijen zijn zo ongelooflijk machtig dat als een Amazon bijvoorbeeld zegt van, nou, we hebben de cash, wij hebben de manier van werken en wij hebben eens even om ons heen gekeken en die zorgsector, jongens, daar is hoop in perfectie. Weet je wat, wij gaan eens even aan de rest van de sector laten zien hoe het ook kan. Nou, de dag dat ze dat aankondigden een paar jaar geleden, zag je dus wereldwijd de beurzen van de koersen van de beursgenoteerde bedrijven in de zorg, die zag je met gemiddeld 8% inzakken. Een enorme verbranding van kapitaal wat daar gebeurde. En het slechte nieuws is, niemand kan je garanderen dat de sector waar jij in zit, hè, of dat nou toerisme is, of agri, of energie, of wat dan ook, dat een van deze partijen of de tientallen partijen die nog niet eens hier genoemd worden, ze even zeggen van, hey, dankjewel dat je tot nu toe een beetje de markt hebt opgewarmd. En nu gaan wij het eens even overnemen. Gaan we opzij en hij is voor ons. Als dat gebeurt, is dan de vraag bij jou van, besta ik over een jaar nog wel? Of denk je, nou, kom maar op. Wij hebben iets in ons DNA van onze organisatie waarbij we alles aan kunnen. Wij kunnen ons daarop aanpassen. Wij zijn creatief, we zijn snel en flexibel. En we gaan dat wel, hè, met ons ondernemerschap, gaan we dat overwinnen. Dat is eigenlijk de hamvraag. En zoals Darwin eigenlijk al, hè, lang geleden zei, het allerbelangrijkste wat je hebt, hè, als organisme, zei hij, hè, maar ik denk dat de stap naar organisatie klein is daarin, is je aanpassingsvermogen. Dat is eigenlijk het enige wat je hebt om, hè, relevant te blijven in de toekomst. Om waarde te blijven creëren waarvan de klant zegt, ja, daar heb ik geld voor over. Nou, wat je eigenlijk ziet bij veel organisaties, is dat ze eigenlijk een soort van disbalans hebben in de focus van hun activiteiten. Hè, dus als je kijkt naar het geld en de tijd die zij allokeren aan hun dagelijkse activiteiten, dan zit dat eigenlijk voor een veel te groot deel onderin dit plaatje, op verrichten. De dagelijkse operatie die als een soort van zwart gat alles aanzuigt. Gewoon de trein rijdende houden, alles wat daar omheen komt kijken. Bij veel opdrachtgevers waar ik kom, noem ik dat ook wel eens kantoortje spelen. Jullie houden elkaar gewoon met al die dagelijkse dingen bezig. En daardoor kom je onvoldoende aan toe aan de dingen die je hierboven eigenlijk ziet staan. Hè? Dat verbeteren, dat vernieuwen en dat veranderen. Mijn claim is dus eigenlijk, daar zou je minstens 20% van je tijd en van je geld aan moeten allokeren om ervoor te zorgen dat je toekomstbestendig wordt. En je wordt vaak slachtoffer van je eigen succes. Hè? Je hebt iets te pakken, je gaat ermee groeien en voor je het weet denk je, ja, ik moet nu gaan professionaliseren, het moet allemaal wat structuur krijgen. En je sluigt helemaal eigenlijk in dat stuk van verrichten. En verliest uit het oog dat je dus ook met die toekomst bezig moet zijn. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke balans om te hanteren. Een trucje wat ik daar bij opdrachtgevers wel voor gebruik, is het instellen van wat ik dan noem een Future Friday. He, dus als je 20% hebt, 1 van de 5 werkdagen mogen we alleen maar over verbeteren, vernieuwen en veranderen hebben. Als je daarover verrichten gaat hebben, 50 keer opdrukken en niet meer doen. Nou, misschien is dat een handig trucje voor jezelf. Een van de dingen die je misschien kan helpen, en ik zal ervoor zorgen dat dit ook digitaal beschikbaar komt. Sowieso, als je hier even op googelt, de Innovation Monitor, vind je daar een aantal artikelen over van mij, waarin ik heel uitgebreid uitleg wat de 10 onderdelen allemaal zijn. Ik wil er nu eigenlijk maar een paar uitlichten. Maar wat je hier eigenlijk ziet, is gewoon een soort overzicht van succesfactoren waarvan je kan zeggen, hey, in hoeverre is dat nou eigenlijk aanwezig binnen mijn organisatie? Hebben wij bijvoorbeeld wel voldoende een uitkijktoren? Hè? Zijn we voldoende aan het observeren wat er buiten onze organisatie allemaal aan het gebeuren is?
hebben wij voor onze organisatie wel duidelijk genoeg onze, met een mooi Nederlands woord, purpose gedefinieerd. Weten we eigenlijk wel waar we nou naar streven, wat ons bestaansrecht is, wat het verschil is dat wij willen gaan maken. Zo zijn er eigenlijk tal van zaken waar je naar kan kijken. Voor de focus nu wil ik eigenlijk dus een paar dingen uitlichten. Een ervan is die uitkijktoren, die ik net al even noemde. Mijn advies zou zijn, voor zover je dat niet al zou doen, is probeer eigenlijk heel frequent naar buiten te kijken in de zin dat je dus iemand in de organisatie of meerdere personen aanwijst die dat gestructureerd doen. Dat kan eigenlijk op drie niveaus. Enerzijds kijken naar het macroniveau van wat gebeurt er nou eigenlijk rondom mijn markt. Dus dat zijn zaken als technologie, sociodemografie, wetgeving, nou, noem het maar op. Het tweede is eigenlijk het niveau van de markt zelf. Wat zie ik daar nou eigenlijk bij mijn concurrenten gebeuren? Zijn die met innovatieve dingen bezig? Zijn er misschien nieuwe toetreders waar ik rekening mee moet houden? Zie ik andere dingen gebeuren daar? En tot slot, het derde niveau is naar de klant zelf. Veranderen daar behoeftes? Verandert daar in gedrag? Wat zegt mij dat? Hoe moet ik daarop in gaan spelen voor de toekomst? Nou, wat je dus eigenlijk daarmee doet, is dat je niet zozeer dus als een soort van trendwatcher gaat zeggen, van nou, zo ziet de toekomst eruit en dat is dus wat ik ga doen. Maar wat je dus eigenlijk op basis van die uitkijktoren in je organisatie zou moeten doen, is regelmatig iets van wat ik dan noem scenario-analyse. Dus eens kijken van wat zie ik nou eigenlijk aan trends gebeuren, welke daarvan zijn nou het belangrijkste voor mijn organisatie. Als ik die belangrijkste nou met elkaar combineer, wat zie ik dan eigenlijk een beetje ontstaan als ik logisch daarover nadenk? En vervolgens kan je dus eigenlijk scenario-analyse doen door te zeggen, nou, stel is dat het wat minder impact maakt of dat het wat later komt of dat het wat achteruitgeschoven wordt ten opzichte van andere veranderingen. En zo kun je eigenlijk vanuit een aantal mogelijke situaties gaan redeneren, waar moeten wij ons heen gaan bewegen? In plaats van dat die toekomst gefixeerd is, want dat is hij namelijk niet, hoe graag we dat ook zouden willen. Een van de dingen die je daar dus bij kan gebruiken in je organisatie is wat dan heel mooi heet iteratief werken. Oftewel, gebaseerd eigenlijk op de wetenschappelijke methode die al eeuwen oud is. Je ziet iets gebeuren in je omgeving. Je denkt daarover na. Dat is eigenlijk een soort van theorieontwikkeling. Je zou kunnen zeggen een hypothese die je hebt over, nou, ik denk dat mensen veel meer behoefte gaan krijgen aan ecologisch verantwoorde producten. Noem maar eens even wat. Laten we dat dan eens gaan onderzoeken of dat zo is. Je gaat vervolgens daar een experiment mee doen. Je gaat iets creëren wat je klanten aanbiedt. En je gaat evalueren van hoe reageren ze daar nou eigenlijk op. Wat leer ik daar nou van? Is dit inderdaad al de richting die we op moeten gaan? Of zeggen klanten, nou, het is wel oké, maar ik mis dit nog of et cetera. Nou, continu die cyclus herhalen is wat je eigenlijk toekomstbestendig maakt. Het ligt ontzettend voor de hand. Maar nogmaals, omdat je zo vast zit in die dagelijkse operatie, van alles maar gedaan krijgen in die operatie, verlies je dit heel snel uit het oog. Maar het zou dus prettig zijn om dit vast te leggen in je dagelijkse processen. Het betekent niet dat dat overal toegepast moet worden. Je hebt ook gewoon hele repetitieve processen waarschijnlijk in je organisatie zitten. Maar vooral daar waar het onbekend is, waar het nieuw is, waar het heel erg aan het veranderen is, kan dit je ontzettend helpen. Een ander ding wat ik daar nog bij wil laten zien is dat het daarbij ook helpt als je in die cycli werkt om bezig te zijn met prioritering. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je niet voor ieder idee dat je hebt een of ander uitgebreid plan gaat maken. Dat doe je eigenlijk pas op het allerlaatste moment als je denkt ik ga er daadwerkelijk mee aan de slag. Toekomstbestendige organisaties die zorgen er eigenlijk voor dat ze in het begin, als ze die ideeën hebben gegenereerd van wat kan ik nou allemaal aan waardecreatie gaan doen voor die klant, wiens gedrag aan het veranderen is en wiens behoefte, dan ga je het vooral relatief beoordelen. Je gaat eigenlijk al die ideeën die je hebt, ga je ten opzichte van elkaar een bepaalde waarde toekennen. En het meest waardevolle idee, alleen maar daar ga je mee aan de slag. En als je dat hebt afgerond, dan ga je pas door naar het volgende. Dit is iets wat je daarbij kan helpen. Gewoon door ieder idee op twee assen te
beoordelen ten opzichte van de andere ideeën. Enerzijds, wat levert het nou op? En zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de klant. Dus dat echt als startpunt nemen. Nou, wordt het voor de klant makkelijker, kwaliteitsvoller, goedkoper, wat dan ook. Dat is dus iets wat je onderzoekt in die uitkijktoren waar we het net over hadden. En de tweede beoordeling is dat je meer intern gaat kijken. Ja, als we dit willen doen, wat kost ons dat nou grofweg aan tijd en geld om te realiseren? Nou, en zo maak je jezelf dus ook heel erg flexibel, omdat je op basis van voortschrijdend inzicht die beoordeling daarvan ook steeds kan aanpassen. Nou, we dachten eigenlijk in het begin dat dit heel waardevol zou zijn voor de klant, maar dat blijkt eigenlijk veel lager te zitten. Enzovoort. Ik ga een beetje zo langzaam richting afronding. Een van de dingen die je in die innovatiemonitor ook zag staan, als je ze snel zo kon zien, was ecosystemen. En ik denk dat dat een heel belangrijk element is in het succes van organisaties en ook zeker hier in Noord-Holland. Wat ik ermee bedoel met die term is eigenlijk samenwerking zoeken op de punten waar je zelf niet heel erg goed in bent of wat gewoon bij jou ontbreekt. De neiging is heel erg als organisatie, we moeten met innovatie aan de slag om het helemaal zelf te willen doen. Soms ook wel uit angst om de ideeën die ze hebben te delen, omdat ze denken, ja, dan gaan anderen daarmee aan de haal. Maar open innovatie in samenwerking, publiek, privaat, met vanuit gemeenten, overheden, semi-overheden. En denk aan investeerders, denk aan start-ups, denk aan kennisinstituten, noem het maar op. Het blijkt eigenlijk uit onderzoek dat dat een ongelooflijk krachtig iets is om te doen. Dus ga vooral, zou ik zeggen, op zoek naar partijen waar je mee samen kan werken die jou die complementair zijn, jou aan kunnen vullen in de dingen waar je zelf niet over beschikt. En ik durf je bijna te beloven, maar dan ga ik iets over de toekomst voorspellen, dat je heel veel op zal leveren. Nou, tot slot los ik maar eens even af met een kleine bekentenis. Ik was vroeger heel erg fan van Bob Ross. Ja, kom er maar eerlijk voor uit. Ik keek daar vooral naar altijd met mijn kamergenoot als we een biertje te veel op hadden en uit de bar terugkwamen tijdens onze studie. En wat ik zo mooi vond, niet zozeer zijn schilderij, die waren eigenlijk gewoon spuuglelijk. Maar wat ik mooi vond was hoe hij het bracht. Hij had een soort van missie. Hij wilde gewoon zijn kijkers, ook aan het schilderen krijgen. Dus hij was vooral bezig je gerust te stellen, ga het nou vooral doen. En je kan geen fouten maken, je kan het altijd weer herstellen of je maakt er iets anders van creatief. En hij had er ook een heel mooi hippie woord voor, happy little accidents. En dat is eigenlijk dus wat ik jullie mee zou willen geven op basis daarvan. Ga hier gewoon mee aan de slag. Ga eens verkennen, bijvoorbeeld met een ecosysteem of wat dan ook. En wees niet bang om fouten te maken. Uiteindelijk leer je daarvan en kom je weer op een pad wat je heel veel andere waarden kan bieden. Dankjewel. Mike, dank je wel. Ik denk dat je ons heel veel inspiratie hebt meegegeven. Zeker met Bob Ross. Ik keek er altijd met mijn kinderen naar. Tot vervelens toe, zou ik bij willen zeggen. Maar het is inmiddels een hele grote industrie geworden. De Bob Ross winkels. Dus wat dat betreft, ook met kleine schilderijen kan je vaak grote dingen bereiken. Ja. Een inleiding die eigenlijk heel verwarrend is. In die zin dat je begon te vertellen, grip op de toekomst, dat is lastig. Vervolgens heb je verteld dat 98% in ons weerstand biedt tegen überhaupt verandering. En vervolgens leg je ons op dat we met elkaar gaan veranderen. Nou, ik denk dat dit een heel mooi dilemma is wat we met elkaar eens moeten gaan bespreken. Helene, ik zat eigenlijk met medelijden aan jou te denken. In de zin van een overheid die een hele grote markt om zich heen ziet. Vanuit wetgeving vaak reactief kan zijn. En tegelijkertijd die turbulente, disruptieve wereld die Mike ons schetst. Ja. Dat lijkt me wel een uitdaging. Ja, ik ben wel vereerd dat je medelijden met mij hebt. Twijfelachtige eer. Ik was vooral ook geïnspireerd. Ik heb jaren zelf in het bedrijfsleven gewerkt. En ik heb in de zaadindustrie gewerkt. En een belangrijke tak van sport, weten jullie allemaal, in Noord-Holland-Noord. Ja. En juist dat innovatieve denken, dat is bij een zaadbedrijf een must. Ja. Je moet gewoon 10 jaar vooruit denken. En dan zie je dat er dus echt teruggegaan wordt naar wat wil de consument over 10 jaar. Daar moet dus nu een veredelaar al op anticiperen.
En dat is denk ik ook een van de factoren van het succes van de zaadbedrijven. Met de West-Friese Noord-Hollandse nuchterheid. Van ook niet te veel willen kletsen met elkaar, maar gewoon doen. Ja. Daar moest ik vooral aan denken. Ja. En als je dan de overstap maakt naar de overheid. Ik pleit altijd voor meer mensen uit het bedrijfsleven. In de overheidsfuncties, in de politiek. Juist ook om die veranderingen die noodzakelijk zijn. En die innovatieve en soms ook creatieve geest. Ook een link te kunnen leggen met politiek en overheid. En je ziet ook dat wij als overheid, eerlijk is eerlijk, en dan kijk ik ook naar Hans, dat wij daar best eens moeite mee hebben om uit onze comfortzone te komen. Want ja. Wij hebben immers verordeningen, we hebben wetgeving en regels. En dat is hoe wij werken. Maar we moeten natuurlijk ook, zeker met de omgevingswet in de hand, zeker veel meer naar participatie toe met inwoners. Maar we zullen ook veel meer de link moeten gaan leggen met ondernemers en vragen van, hey, hoe doen jullie dat? En hoe denken jullie daarover na? Ik wil niet zeggen dat alle ondernemers ook heel creatief zijn, maar ik zie zeker in deze coronacrisis heel veel ondernemers die daar toch ook weer de positieve dingen uithalen en op een wonderlijke manier toch weer heel positief inzien. Terecht dat je wat medelijden met me hebt, maar ik denk ook dat daar wel wat te doen valt als overheid. Je ziet het nadrukkelijk, dat medelijden als een uitdaging. Ik zie altijd alles als een uitdaging, maar zeker als jij medelijden met mij hebt. Oké, heel goed. Hans, zullen we de stap eens naar de West-Friese bedrijvengroep maken? Daar ben jij voorzitter van. Dat is eigenlijk een groot groep ondernemers die je vertegenwoordigt in alle diversiteit. Hoe zorg jij ervoor dat daar ook dat toekomstgericht denken er is? En dat daar ook een bepaalde dynamiek en beweging uit komt? Want ook ondernemers hebben natuurlijk ook wel hun blokkades, belemmeringen om tot veranderingen te komen. Terwijl het wel verder moet. Ja. Ik kan dat als WBG natuurlijk niet bewerkstelligen. Zoals dat de overheid dat niet kan. Ik zou eigenlijk tegen ons soort organisaties zeggen, dat geldt zeker ook voor de overheid, maar ook voor ons, laat de bal meer het werk doen. Laat de maatschappij zelf die bewegingen maken. En dan kan je dat ondersteunen, versterken, verbinden, helpen om dat ecosysteem op te bouwen. Maar bedrijven moeten het uiteindelijk zelf doen en sectoren moeten het zelf doen. En al die sectoren moeten luisteren naar het verhaal van Mike. Ja. Want ik vond het echt een heel goed verhaal. En ik vind het ook heel herkenbaar. Toen je begon met, je moet de toekomst niet voorspellen, maar je moet hem bewerkstelligen. Dat is zo, dat is een enorme ambitie. En ik dacht in eerste instantie, ja, dat kunnen natuurlijk uiteindelijk alleen maar grote bedrijven. Shell kan nu zorgen dat er over 20 jaar een energietransitie is gebeurd. Als ze nu de beweging gaan maken, dan kunnen ze nog 20 jaar aan olie geld verdienen. Maar vervolgens de slag maken. Dat soort bedrijven. Wat Philips gedaan heeft, van gloeilamp naar medische technologie. Wat Nokia niet gedaan heeft. Maar je volgt er vervolgens door te zeggen, maar waar het vooral om gaat, is aanpassingsvermogen. En dat is volgens mij de kern. Dat is de kern. En je ziet het nu bij al die bedrijven, door alle sectoren. Of je nu wel erg getroffen wordt door de corona of niet erg getroffen wordt door de corona. Bij al die sectoren is aan de orde welke bedrijven weten zich aan te passen, te bewegen, te veranderen, flexibel te zijn. En op basis daarvan de toekomst mee te gaan vormgeven. En het mooie nieuws is, want je zult maar in de horeca nu zitten en in de evenementenbranche. En dan denk je, ja, is al leuk, allemaal leuk die verhalen. Maar ondertussen, ik kan en mijn kledingwinkel moet dicht. Dus ja, leuk al die verhalen. En toch zie je ook daar het onderscheid tussen die bedrijven die zich zelfs dan aanpassen. En dus laat staan in de sectoren waar de corona wat minder getroffen is. Die dus ook die beweging moeten maken en ook moeten veranderen en dat aanpassingsvermogen toepassen. Duidelijk boodschap. Mike, even een tussenvraag. Want Hans betrekt corona hierin. Waarbij je inderdaad heel veel innovatie bij ondernemers ziet. Dat zijn de adaptieve, zou ik willen formuleren. Maar tegelijkertijd hoor ik toch ook, misschien is dat wel een gevaar, dat veel ondernemers zeggen, nou, straks is die lockdown voorbij, ze mogen wel allemaal doen wat we wilden. Dan gaan we ook weer doen wat we deden. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat de grote maatschappelijke trend straks? Of moeten we juist iets heel anders gaan doen? Ja, dan vraag je me eigenlijk om een voorspelling, hè? Dus eigenlijk een voorspelling. Goed, kijk even in die kristallenbol. Ja, ik denk uiteindelijk dat we nooit meer teruggaan naar hoe het was. En dat als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar hoe we nu samenwerken met elkaar in digitale vorm. En eigenlijk bij
alle opdrachtgevers waar ik over de vloer kom, hoor van hey, dit gaan we voor een groot stuk behouden. Die zijn zelfs hun kantoren anders aan het inrichten nu al om dat structureel te doen. Waarbij ze eigenlijk zeggen, de functie van een kantoor gaat veel meer naar het sociale stuk en voor ingewikkelde besprekingen. En het meters maken en de reguliere overleggen, dat doen we allemaal gewoon vanuit huis. Dan denk ik al dat je daar iets te pakken hebt waardoor het blijvend anders zal zijn. En ja, ik denk dus dat je daar niet op moet hopen, hè, hoewel er een aantal elementen natuurlijk altijd wel terug zal komen. Maar dat je vooral eigenlijk even naar jezelf moet gaan kijken van, gegeven het, hè, als we iets hebben meegemaakt de afgelopen jaren, is dat de toekomst niet voorspelbaar is en dat het soms ook echt heel rigoureus kan zijn. Ja. En dat je dus iets in je organisatie moet hebben van, nou ja, het is zoals het is en hoe gaan we nu vooruit? En dat je daarin gaat experimenteren, eigenlijk zoals een start-up dat doet. Hè. Die zegt van, nou ja, wij hebben beperkte tijd, want dan is onze financiering eindig. Hè. Dus die kijken altijd tegen die horizon aan. En we weten eigenlijk nog niet hoe ons businessmodel eruit ziet. Dus wat doen ze per definitie? Dat is gewoon uitproberen. Hè. Dus op een empirische manier eigenlijk in de praktijk uitvinden wat werkt wel en wat werkt niet voor onze klanten. En dat zul je denk ik gewoon voor een deel, hè. Ik noem dat dan met een mooi woord hybride organisaties. Dus deels je bent gewoon met de dagelijkse operatie bezig en deels je bent gewoon met innovatie alleen maar bezig. En dat moet je ook structureel vol blijven houden. Ja. Want er gaat nog wel weer een corona komen. Of een andere trend of ontwikkeling. Ja. Dus dat is blijvend. Jeroen, de agrarische sector. Ik denk dat Helene net al een heel mooi voorbeeld van een zeer innovatieve sector noemde. De Seed Valley. Tegelijkertijd zie je op dit moment natuurlijk ook wel debatten in de sfeer rond de agribusiness. Van we willen het wel graag houden zoals het is. Iedereen die aan ons komt, die komt aan ons ondernemerschap. Hoe manage je dat eigenlijk in de Greenport? Want je hebt alles in huis, van glastuinbouw tot veeteelt tot... En ik denk dat daar ook verschillende geluiden zijn als het gaat om verandering. Verschillende geluiden, verschillende tempo's denk ik. Maar een kenmerkend element, ze zijn wel heel erg gewend om met veranderende omstandigheden bezig te zijn. Dat maakt de sector eigenlijk krachtig. En zoals ik de telers ken, als we dan echt kijken naar de teeltkant, die zijn continu aan het innoveren. En die staan werkelijk waar wel eens op met de gedachte van, hey, mijn compostrooier die moet anders. De volgende dag slaan ze aan het lassen en twee dagen later hebben ze een werkend apparaat. Dat is hoe zij gewend zijn te werken. Is dat wat jij ook bedoelt, Mike, een beetje van niet zeg maar ook heel veel studie ervan maken, maar ook maar gewoon constant experimenteren, doen, bewegen. Ja. Is dat ook een beetje eigenlijk scenario denken wat je schetst? Ja. Nou ja, wat je zonder te veel uit te wijden, maar wat je eigenlijk ziet als kinderen, vinden we het heel vanzelfsprekend als kleine kinderen om de wereld te ontdekken. Je stopt iets in je mond en je denkt, nou, dat moet ik niet meer doen. En dat raken we eigenlijk afgeleerd door onze opleiding, opvoeding, cultuur waarin we zitten. En we zijn dus erg geneigd dat we eigenlijk pas iets willen doen als het klaar is, als het helemaal goed is. En dan pas laten we het aan klanten zien of aan collega's. En wat ik dus eigenlijk oproep is, ga weer terug meer naar dat kinderlijke. En ga gewoon aan de slag en probeer het. En daar leer je meteen van. En dat maakt die snelheid, omdat je heel direct die feedback terugkrijgt van werkt het, hè, doordat de klant het aangeeft of wat dan ook. En dan kan je meteen weer verder. In plaats van dat je eerst eens een plan gaat zitten schrijven. Hè, en dan, ik noem dat altijd wel het verschil zeg maar, tussen de duikboot en een dolfijn. Hè. Als de neiging is in organisaties van, ik ga nu maandenlang onder water en dan kom ik met iets naar boven. En ik had toch een verkeerde koers. Hè? Of je bent een dolfijn, je gaat iedere keer, kom je even boven en dan check je. Als, ik wou je eigenlijk ook de vraag stellen, want jij hebt in feite de jeugd bij jou in het bedrijf gehaald. Ja, ik was dus ik ben wel nieuwsgierig of daar ook zo'n motief achter zit. Je, eigenlijk in de dingen zoals Mike ze net in zijn verhaal hield, waarbij ook een heel belangrijk woord naast aanpassingsvermogen was ecosysteem. Bouw een omgeving om je heen met niet allemaal natuurlijke voor de hand liggende partners, want die vind je toch wel, maar bouw een wereld om je heen van de mensen die jou dwingen om out of your comfort zone, om het in goed Nederlands te zeggen, halen. Dus dat doen wij bijvoorbeeld met heel veel studenten op allerlei niveaus, tegen wie wij zeggen, we maken jouw projectleider. En be a pain in the ass. Want dan creëer je intern een aantal veranderingen. En zo ontstaan er ineens ecosystemen tussen bedrijven die dat DNA hebben,
tussen onderwijsinstellingen, tussen allerlei partners die we nog niet hadden. Ik hoorde Jeroen net praten over de agrarische sector. Wij zijn inmiddels met telers en kwekers bezig vanuit een van die andere trends die we natuurlijk in de samenleving hebben over verduurzaming, minder verspilling, wat alles ook te maken heeft met verantwoord ondernemen, dat we van een ui een appel proberen te maken. Dus we praten met uientelers over wat zou je naast optimalisering van je uienproductie, dat is ook innovatie, minder gewasbestrijding, meer productie, betere opbrengsten. Maar wat zou je met die uien ook nog anders kunnen doen in andere sectoren? Nou, dat doen we inmiddels met uien en appels. En dat doen we met veldbonen en sojabonen. Nou, het voert te ver, denk ik, om daar hierover over de inhoud in te gaan. Maar je creëert dus een ecosysteem met partijen waar je in het verleden nooit mee praatte. Maar jij zegt eigenlijk, je geeft eigenlijk een hele praktische tip. Haal een student in huis en maak een projectleider. Nee, of is dat niet... Ja, ik mag ook vaak dit soort lezingen houden. En als mensen die conclusie trekken, dan denk ik, je hebt het niet helemaal begrepen. Maar, nee, maar ik begrijp je. Want het vraagt natuurlijk om een samenhangend geheel. Als je alleen maar denkt, de sleutel zit in studenten in je bedrijf halen, dan komt het wel goed. Daar zit het dus niet in. Het zit in überhaupt je selectiemechanisme. Op wat voor type mensen haal je naar binnen? Het DNA. Wij hebben geen functieomschrijvingen meer. Wij hebben geen hiërarchische structuur mee. Meer is het daarom allemaal vrijheid? Nee, natuurlijk niet. Maar je moet eigenlijk in je hele organisatiemodel moet je die elementen, zoals Mike ze straks als een aantal daarvan heeft genoemd, moet je samenhangend en consequent doorvoeren. En dan gaan er ook wel eens dingen fout. Dus je moet ook een veilige omgeving geven. Bij ons mag je fouten maken. Sterker nog, moet. Want anders durf je nooit iets nieuws. Willen we daarom dat mensen fouten maken? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus kortom, je moet je hele organisatie daarop aanpassen. En dan zijn studenten een belangrijk middel en misschien wel een van de belangrijkste middelen. De nieuwe generatie. Toch weer even de stap terug naar de overheid. Want toch op een of andere manier, Helene, ben je in een soort wettelijk keurslijf gedouwd, waardoor denk ik innovatie lastig is. Zit bij jullie het sleutelwoord in burgerparticipatie? Nou, ik weet niet of dat het sleutelwoord is. Ik heb daar wel ook mijn persoonlijke opvattingen over. Maar, nou, die mag je hier... dat begrijp ik. Natuurlijk is burgerparticipatie heel belangrijk. Hè. Het is ook wel de wens dat mensen ook zoveel mogelijk toch ook echt van de bank afkomen. En dat vind ik nog wel eens ingewikkeld, om mensen ook geïnteresseerd te krijgen om ook daadwerkelijk mee te denken en mee te doen. En dat het niet altijd de usual suspects zijn. Natuurlijk moeten wij daar wel ons verder in verbeteren. En dat zegt alleen al de omgevingswet. Dat we veel meer in participatieprojecten moeten werken. En dat is nu wel de winst ook weer van onze coronacrisis, om het maar zo te zeggen. We hebben allerlei digitale systemen inmiddels ontwikkeld bij de gemeente Den Helder. Waardoor we een participatieproces hebben. Waardoor we veel meer mensen weten te benaderen. Ja. Veel meer mensen zijn betrokken dan wat we voorheen deden. Kijk alleen maar naar NI en Next, dat is ook zo'n voorbeeld. We hebben nu een publiek wat we anders nooit hadden gehad als we een zaaltje hadden gehuurd. Thijs, zo is het toch? Dan hadden we met z'n twintigen gezeten. Dat was het. Ja. Exact. Ja. En mensen kunnen dingen terugkijken. Ja. En dat zie je dus ook wel de overheid. En ik denk dat we daar als gemeente Den Helder ook goed mee bezig zijn. Juist om die participatie klank en kleur te geven, bieden we dit nu ook digitaal aan. En ook dat zal in de toekomst gewoon ongewijzigd blijven. Daar ben ik van overtuigd. We hebben het ook over ecosystemen. Ik heb ook wel het woord co-creëren min of meer in je woorden gehoord. Ja. Bedrijfsleven en overheid. Gaat het debat eens aan? Is dat co-creatie in de toekomst? Ja, dat zou het moeten worden. En ik zie ook overal ook goede pogingen. Laten we daar ook hebben. Zoals we in West-Friesland proberen met Pact 7.1... dat niet alleen van de overheden, maar van de overheden, de maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven te maken. Dat vind ik echt een hele goede poging. Maar het is best lastig. En ik doe ook niet mee aan, dat komt door die overheid. Want ik ken tig bedrijven die net zo als een ministerie of een overheidsinstantie opereren dan gemeentes. En ik zie ook de mensen, de wethouders, de bestuurders, de ambtenaren keihard werken voor het goede doel. Dus hou op met de overheid versus het bedrijfsleven. Maar ik zie wel aan de overheidskant daar vaak de grootste worsteling. Ik zei straks aan het begin, de bal het werk laten doen betekent loslaten. Vertrouwen hebben in de samenleving. Eerder de coachende rol en de stimulerende rol dan de opleggende rol vervullen. Dat is voor een overheid, of het nou de Rijksoverheid is of de provincie of de gemeente, heel lastig. Zowel bestuurlijk als ambtelijk.
Dat kan ook alleen als er een basis van vertrouwen is. Als je over en weer ook dan gemeenschappelijk eigenaarschap neemt. Dat is ook moeilijk. Want dan moet een bedrijfsleven ook zeggen, wij zijn mee-eigenaar van het probleem. Dat zegt het bedrijfsleven ook niet altijd. Kortom, het is een hele lastige weg. Maar volgens mij de enige om een aantal van die fundamentele transities die de samenleving door moet maken, om dat te doen. Heb jij nou in jouw, want je bent gepromoveerd op dit onderwerp, heb jij nou beelden hoe dat versneld kan worden, die co-creatie tussen overheid en bedrijfsleven? Nou, want ik wil er nog één ding aan koppelen. We zitten toch in een transformatietijd. En ik denk dat hoe meer je als samenleving transformatie bent, hoe belangrijker het wordt dat partijen elkaar ook op die manier weten te vinden. Gaat het snel genoeg? Heb je voorbeelden? Ja, het is, nou eigenlijk als je even gekoppeld aan dat onderzoek, hè, wat je binnen organisaties ziet, zeker als ze wat groter zijn, hè, dat de belangrijkste succesfactor bijna is het creëren van wat dan heel mooi heet multidisciplinaire teams. Hè. Dus ga eigenlijk uit de kokers vanuit die organisatie samenwerken in een team en geef dat team een gemeenschappelijk doel. En geef ze ook daar het mandaat voor. Hè. Dus eigenlijk wat je bijvoorbeeld met een taskforce doet als er een crisis is. Hè, van, nou, dan zet je de mensen bij elkaar die er verstand van hebben. En je geeft ze de opdracht, los het op. Want jullie kunnen dit. En doe het zo snel mogelijk. Het gekke is, hè, als een crisis voorbij is, dan laten we dat los. En dan gaan we weer terug naar het reguliere. Ja. Maar wat ik daar vooral mee wil zeggen, is je ziet dat dus ook buiten organisaties. Op het moment dat je dus in ecosystemen, laat ik maar zeggen, teams creëert van verschillende organisaties die dus een hele duidelijke opdracht mee krijgen en ook een mandaat krijgen vanuit de organisatie waaruit zij zijn afgevaardigd, dat je dan snelheid begint te maken. En je ziet dat bijvoorbeeld in Delft, hè, met Yes Delft, met die samenwerkingen die daar zijn tussen overheid, tussen studenten en noem maar op, dat daar gewoon enorm veel snelheid wordt gemaakt. Of zoals ze dat bij in Eindhoven doen, hè, met dat technology park wat daar is. Ja, daar wordt gewoon eigenlijk vooraf heel duidelijk afspraken gemaakt over, dit is wat we willen dat jullie bereiken. En daar krijg je dus ook de middelen voor en de toestemming voor om daar beslissingen in te nemen. Dus het gaat vooral eigenlijk over dat je de prioriteiten aangeeft vanuit de afvaardigende organisaties. Maar dat je dan aan zo'n ecosysteem zelf, hè, of het team wat daarin zit, zegt van ja, hoe jullie dat gaan doen, dat is aan jullie. En daar hebben wij vertrouwen in. En dat vertrouwen is wel een hele belangrijke. Dat zie je eigenlijk ook binnen organisaties terug. Hè. Dat wordt dan met een mooie term psychologische veiligheid genoemd. Hè. Dus het gevoel dat mensen hebben van ja, als wij aan de slag gaan met vernieuwing en dergelijke en er gaat dus inderdaad iets mis, dan krijg ik niet meteen die nekslag. Hè? Maar dan is oké, dit hoort bij het leerproces. En wat zegt ons dit? Hoe gaan we het nu in de toekomst anders doen? Het is een beetje een attitude van ik lees liever in de krant dat je iets fout hebt gedaan, dat ik nooit iets over je lees. Ja. Dat is de attitude, hè? Ja. Ja. Jeroen, de agrarische sector wordt vaak als heel traditioneel geschetst. Hè. Dat vindt men ook prettig, is veilig, daar heb je een beeld. Nou weet ik dat jij met projecten bezig bent als smart farming en al dat type zaken. Dat lijkt mij niet erg traditioneel denken, dat lijkt me juist heel innovatief denken. Hoe komt dat echt tot stand, zoiets? Wie gaat daar met wie in gesprek? Hoe beweegt dat? En hoe ontstaat er zoiets überhaupt? Want volgens mij zijn dat datawetenschappers die met ondernemers op een trekker het gesprek aangaan. Klopt, daar gaat het ook om ecosysteem. Hè? Maar kan je schetsen hoe zo'n systeem tot stand is gekomen? Nou, dat is nog best een opgave. En dat is ook een rol die we als Greenport dan graag op ons nemen, samen met onze partners, om juist die partijen bij elkaar te brengen. Ja, wij zien, er zijn voorlopende ondernemers, die weten de weg te vinden. Die lopen binnen bij een universiteit, bij een hogeschool. Maar uiteindelijk een hele sector moet hier dingen mee gaan doen. Dus proberen wij die ingang te creëren door mensen bij elkaar te brengen. Nou, hier met In Holland, waar we bijna te gast zijn, voor onze buurman, hebben wij nu een goede samenwerking met de twee lectoraten. Eén op robotica, één op data science. Die gezamenlijk met ondernemers aan de gang gaan om te kijken, nou, waar zitten nou jullie grote vragen? Wat kunnen wij als lectoraat betekenen om jullie innovatievragen te beantwoorden? Mooi. Daar komen projecten uit, daar gaan de ondernemers aan de slag. Ter plekke wordt er ontdekt, wordt er uitgeprobeerd. Maar er worden ook, ik weet niet hoeveel studenten bij aan tafel gevraagd. Eén project had al 45 studenten
geactiveerd om een oplossing te vinden voor snoeien in de perenteelt. Nou, ik kan het niet verzinnen, maar dat is nog best complex. Volgens mij moet hier ergens ook een perenboom staan. Er staat hier een perenboom. Gesnoeid. Dat is gewoon super gaaf te zien. Ze krijgen een perenboom van een perenteler uit de regio. Dat ding staat er nog niet. Of ze gaan met allerlei camera's erop los, weten dat ding digitaal in kaart te brengen. En gaan zo kijken van hoe kan je nou de optimale digitale snoeibeslissingen nemen. Zodat uiteindelijk ook die perenboom geautomatiseerd kan worden en verbeterd kan worden. Ik vind dat echt super gaaf om te zien. Ja. En daar zie je wel de samenwerking tussen die partijen. Dat brengt echt meerdere kanten verder. En bovendien, ik vind dan ook heel toekomstbestendig dat studenten van de techniek, die normaal gesproken heel ver weg staan van de groene wereld, ineens echt de groene wereld in worden. Super gaaf. Het is vaak dat je daar ziet dat het een beetje abstract blijft. In de zin van dat je, ik noem dat altijd van binnen naar buiten denken. Hè. Dus dat je denkt, nou ja, we hebben deze kennis en we hebben deze producten en wat kunnen we daarmee? Dat je dus eigenlijk jezelf binnenste buiten keert en begint bij die klant. En dat vind ik een prachtig voorbeeld. Ja, die zit gewoon met een probleem. En innovatie is geen doel op zich. Het gaat over waardecreatie voor de klant. Dus als een klant met een bepaald issue zit, dan is dat het mooiste startpunt wat je kan hebben eigenlijk. Hè. En dat is een kwestie dus wat denk ik bij dat ondernemerschap hoort. Van echt naar buiten toe gaan en echt vaker nog met je klanten praten. En proberen te snappen van wat zit daar nou eigenlijk aan behoefte. Maar op zich zijn het hele mooie voorbeelden. En ik denk dat dat ook heel erg zeg maar inspeelt op datgene wat jij ons net schetste. Maar dan zit ik als ondernemer te kijken. Ik hoop mijn hoofd boven water te houden in deze coronacrisis. En er wordt gezegd van nou, zorg ervoor dat je iedere vrijdag vrij maakt om eens naar buiten te kijken. Zorg er eens voor dit. Ga eens contact met dat aan. Ik zou heel diep zuchten en denk bij mezelf, nou, ik ben heel blij dat ik de toko overeind hou. Dus hoe zorg je er nou voor dat op al die niveaus in het bedrijfsleven dit gemeengoed wordt? Met alle beperkingen die men heeft. Want het is niet een makkelijke opgave. Zeker niet. Nee. Nee, het is echt jong leren. Hè? En wat ik vooral eigenlijk probeer te zeggen is van, het is een balans dus vinden tussen enerzijds, hè, wat jij dan noemt, het overeind houden. Hè? Dus gewoon je dagelijkse dingen blijven doen voor zover dat kan. En daarnaast gewoon wel het lef hebben, hoe je ooit als ondernemer bent begonnen, om te zeggen van ja, ik ga toch structureel tijd en geld besteden aan mezelf opnieuw uitvinden. Ik ben ook ondernemer. Wij hebben met elkaar een adviesbureau waar we ook 20 mensen in dienst hebben. Nou, ik kan je vertellen, wij hebben ook afgelopen jaar af en toe even moeten slikken. Ja. En toch zijn we daar goed uitgekomen, omdat we dingen zijn gaan uitproberen. Het ligt zo voor de hand, maar wat ik zie zeg maar, bij veel bedrijven is dat het een beetje is zoals de konijnen die in de koplampen staren. Zo van helemaal verlamd. En je moet daar uitkomen uit die reflex en toch die combinatie proberen te maken. Ja. Laten we de stappen maken, want je hebt het over het konijn in de koplamp. Maar die moet in feite een beetje opzij gezet worden, zodat hij weer wat breder kan kijken. Laten we eens een sector pakken. Detailhandel. Mijn verwachting is, en dat zie je ook zo langzamerhand wel ook in verschillende onderzoeken naar voren komen, dat ongeveer 30-40% van het huidige aanbod in de toekomst er niet meer zal zijn. Als ik die konijn in de koplamp ben, dan blijf ik lekker zitten en blijf ik doen wat ik altijd deed. Want dat is veilig, alleen niet toekomstgericht. Hoe ga je als overheid daarnaar kijken? Hoe ga je dat debat aan? Want dat gaat de komende jaren op jullie bord komen, ook in Den Helder, maar in alle gemeentes in onze regio. Hoe faciliteer je dat debat? Want in feite is dat ook een vorm van een ecosysteem bouwen, dat je met ondernemers het gesprek maar eens aangaat. Jongens, hoe kunnen we het nou zo goed mogelijk doen dat er wel voor het detailhandelsapparaat een toekomst is? Ja, ik vind vooral in deze tijd het heel lastig. Hè? Ja. Want wie ben je als overheid om nu met de ondernemer het gesprek aan te gaan van hoe gaan we de toekomst in? Ja. Wat je zegt, heel terecht, heel veel ondernemers hebben ontzettend veel moeite om, vooral nu het nog langer gaat duren, om hun hoofd boven water te houden. Toch spreek ik ook ondernemers die zeggen, ja, het is een hele vervelende tijd en het moet niet nog langer, veel langer gaan duren. Maar we zijn toch ook opeens met andere dingen bezig dan dat we ooit hadden gedaan. Mm-hmm. Ik ben geen ondernemer, dat geef ik ook eerlijk toe. Ik heb het ooit geprobeerd, maar ik mis gewoon die creativiteit. En je moet een stuk creativiteit hebben om weer verder te kunnen. En hoe wij daar als overheid
iets in kunnen gaan betekenen. Daar zullen we goed over na moeten denken. Nu is het vooral financieel de nood zoveel mogelijk proberen te lenigen. Zoveel mogelijk iedereen in de been proberen te houden. En zo goed mogelijk alles te proberen te faciliteren. Ook verruiming in verordening en wetgeving. En die gesprekken daar ook over aangaan van wat hebt u nodig om in de been te blijven. Maar uiteindelijk zullen de ondernemers het ook zelf moeten doen. En we moeten gewoon goed dat gesprek aangaan in de toekomst. Hoe we maar je zegt heel belangrijke dingen. Natuurlijk de overheid doet op dit moment natuurlijk veel met geld, gewoon simpelweg, om zaken overeind te houden. Maar je noemt ook het woord regelgeving. Daar zouden we ook het debat over moeten aangaan. Ik zie Hans heel heftig ja knikken. Waarom doe je dat? Ja. Zo heftig ja knikken. De gemiddelde ondernemer heeft dat wat Mike heeft, lef. Heeft dat wat Helene net zei, creativiteit. En hij heeft liefde voor zijn vak. Hij heeft een passie. En als hij dat combineert met zijn kennis en zijn ervaring, dan komt het goed. Ik haakte aan op het punt regelgeving. Kijk, ik kan me nog herinneren, dat was voor corona. De discussie ging over bibliotheken. En die waren er allemaal niet meer, want mensen lazen niet meer. En wat deden de bibliotheken? Die wilden ook een drankje schenken. Toen zei de overheid, ja, maar dat kan. Daar mag niet, want dan hoor je horeca. Dat is een hele andere wetgeving, ander departement. Gaat u naar de andere wethouder. Ik chargeer even en kijk, dat is nou precies waar we dus nieuwe ecosystemen en ook op een nieuwe manier met elkaar moeten gaan denken en kijken. Ik wil niet zeggen dat we alles van alles een café moeten maken. Dat hoor je me dus niet zeggen. Maar ik vind wel dat we over de grens van al die individuele regelingetjes moeten kijken. En dat bedoel ik met laat de bal het werk doen. Begin niet met ik hoor dat Helene gelukkig ook zeggen. Ja. Dus begin niet met van wat niet kan. Want dat kan ik ook allemaal wel bedenken wat niet kan. Maar ga eens aan de discussie wat zou nou wel kunnen. En hoe moet je daar dan de regelgeving vervolgens op aanpassen. En dan zou er veel meer mogelijk moeten kunnen zijn dan dat er op dit moment gebeurt. Ook in het denken van de overheid is het woord adaptiviteit, wat jij ook geschetst hebt, is een hele belangrijke. Ja. Denk mee, zorg ervoor dat je niet vanuit de beperkingen, maar vanuit de kansen denkt. Ja. Ik denk dat dat een van de boodschappen is. Misschien nog een sector waarvan ik weet dat jij hem belangrijk vindt, de cultuursector. Ja. Die leidt ook ongelooflijk op dit moment. Ongelooflijk, ja. En is dat van natuur natuurlijk een creatieve sector. Dus dan zou je zeggen van nou, dat komt allemaal wel goed. Komt het allemaal goed? Nou, dat wilde ik ook nog toevoegen. Hè. Je hebt ook vaak in die commerciële teams, zie je bij sommige bedrijven, die durven daar een kunstenaar naast te zetten. Juist om die creatieve inbreng ook te waarborgen. Ja. Hè. Alleen een nadeel van kunstenaars is vaak dat ze niet zo heel erg zakelijk zijn. Die combinatie maakt dat het heel lastig is in deze tijd. Je ziet, aanvankelijk dachten we natuurlijk, die theaters die gaan het niet redden zonder overheidssteun. Dus het Rijk grijpt in, de provincie grijpt in, de gemeente grijpt in. Dat is aardig op orde, denk ik. Hè? Het is zorgwekkend. Maar wat nog veel zorgwekkender is, is dat het veel dieper in de haafhaten van de maatschappij zit. De zangkoren, de toneelverenigingen, maar ook de gezelschappen die het bestaan uit ZZP'ers. Gaan die het overleven en gaan die dat creatieve proces opnieuw weer uitvinden om straks voldoende aanbod te hebben voor die theaters over 1 of over 2 jaar om een gevarieerd aanbod te kunnen leveren? En daar zit de grootste zorg, denk ik. We kunnen nu inderdaad de boel wel aardig, denk ik, in de been houden met alle problemen van dien. En ik moet zeggen, grote complimenten als ik kijk naar de creatievelingen om mij heen, hoe ze toch het beste eruit proberen te halen. Ondanks het feit dat ze al maanden gesloten zijn. Dus groot compliment. Maar ja, ik maak me vooral erg veel zorgen over de toekomst. Over de haarvaten. Hoe die straks ook die grote commerciële theaters weer in de been gaan houden. Nou, ik zie er ook een kans in. Hè? Ik herken het ook, maar ik zie er ook een kans in. Maar net zo goed als we net vaststelden, dit gesprek zou anders met 20 man in een zaaltje. Nu door je digitalisering kan je veel groter bereik bereiken. Niet alleen op dit tijdstip, omdat normale mensen nu moeten werken en geen tijd hebben om naar ons te kijken. Maar vanavond kun je het ook nog terugkijken. En wat dan? Dat gaat ook in de cultuursector straks ook gebeuren. Dat zangkoor straks ook op wat het normaal wordt, dat je naar de voorstelling kan, maar dat je daarnaast ook op andere momenten gaat kijken. En daar komen nieuwe verdienmodellen onder te hangen. Als het een commerciële club is, of nieuwe sponsorplannen onder te hangen als het een maatschappelijk club is. Kortom, ik denk natuurlijk is dit met de rug tegen de muur. Maar dan ontstaan er, en dat zie je gelukkig overal, ook weer heel veel nieuwe mogelijkheden.
Hoe kijk jij daar tegenaan? Want wat jij schetst, dat herken ik wel. En ik zat bij mezelf te denken, goh, je hebt het nu waarschijnlijk over het laatste concert van Billie Eilish, wat helemaal digitaal was, maar dat is misschien een andere doelgroep. Dat zeg je waarschijnlijk niks. Oké, die heb ik gescoord. Maar dat zijn wel hele kapitaalintensieve takken van sport, waar ik me afvraag of de cultuursector waar jij het over hebt, of die dat waar kan maken. Nou kijk ik even naar jou, Mike. Hoe kijk jij tegen dit onderwerp aan? Ja, kijk, je kan natuurlijk geen wonderen verrichten, hè, als je zo beperkt bent in zaken. Waar ik eigenlijk altijd naar kijk, is van, pak ik er weer even wat onderzoek bij. Je ziet eigenlijk de grootste successen voortkomen vanuit beslissingen die zijn genomen van, hey, we moeten veel breder kijken dan we altijd hebben gedaan. Dus de game changers komen eigenlijk altijd voort uit het feit dat er tussen verschillende disciplines, hè, dat er bijvoorbeeld een kunstenaar aanschuift, iemand die totaal uit een andere sector bijkomt en dat je met kromme tenen soms zit van, wat zeg jij nou? En dat je pas een paar dagen later denkt, hey, dat is wel interessant eigenlijk. Het wordt er niet makkelijker op, maar het wordt wel interessanter en het wordt beter. Als je je openstelt voor totaal andere invalshoeken op wat je als ondernemer eigenlijk aan het doen bent. Ja. Dat is denk ik, hè, gezien die ingewikkelde situatie die er nu is, dat je toch dat ook gaat opzoeken van hoe kan ik mezelf laten verrijken door hele andere zienswijzes. Ja. En op een gegeven moment, een raar creatief proces, dat er ineens iets getriggerd wordt dat je denkt, hey, dit is interessant, dat ga ik onderzoeken. En daar zit misschien wel je nieuwe toekomst in. Ja. Ja, dus en het is ook een cultuuraspect. Mag ik een voorbeeld van de amateursport? Dat hangt, staat of valt met vrijwilligers. En dan ging het over de thuiswedstrijden van het eerste. Gaan we ze op livestream, 3 jaar geleden, gaan we ze op livestream zetten of niet? Nee, dat doen we niet. Want dan komen ze niet meer naar de wedstrijd, dan blijven de mensen thuis. Dat scheelt ons €5 aan het kaartje. Dat was de eerste discussie. Ja. Totdat je denkt, hé, maar ineens bereik je veel groot. Maar het kost technisch zoveel en dat is allemaal ingewikkeld. Kijk hoe die technologische ontwikkeling ineens gaat. Nu is het vanzelfsprekend. Dat gaat niet meer weg. Dus het gaat ook veel sneller, denk ik, dan dat we zelf denken. Ja, dus ook hier geldt, creëren toeval. Breng gewoon nieuwe ontwikkelingen bij elkaar en er staat wat te gebeuren. Je moet toch nog even naar de agri-sector. Want volgens mij is men daar meester in het creëren van toeval. Wat heb jij de komende tijd op je agenda gewoon staan hierin? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Aan disruptieve, innovatieve ontwikkelingen in de sector. Het is een hele belangrijke voor onze regio. Ja, de twee grote. De ene hebben we aan de orde gehad. Ja. Smart farming. Alles wat met techniek en data te maken heeft. Dan gaat het groot worden. Een andere is toch wel de energietransitie. Ook daar staat de sector voor een enorme opgave. Die verschilt wel van bedrijf tot bedrijf. Ja. De grootste zit op dit moment in de glastuinbouw. Waar gewoon behoorlijke energievraag zit, waar het nodige moet veranderen. Ik ben toch wel erg benieuwd hoe dat uit gaat pakken. En dan ook nog eens de energietransitie niet alleen bij telers en dergelijke, maar ook in de hele keten. Want uiteindelijk moet het product ook van A naar B komen. We hebben daar al een NA Next sessie over gehad. Ook de waterstoftrekker is daar een van de dingen bij. Dat zijn allemaal zaken van, die gaan je wel dwingen om na te denken van, hoe ziet het er in de toekomst uit? En wat komt er dan ook bij kijken? En ook wat komt er bij kijken voor de overheden? Want het houdt niet op bij alleen een trekker. Er moet ook een tankstation komen. Er moeten regels voor gemaakt worden. Nou, voor je het weet ben je met elkaar weer aan de slag om overal oplossingen voor te zoeken. Maar dan merk ik wel, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Maar als je het hebt over energie, wordt er vaak over hele grote dingen gesproken. Over systemen, noem maar op. Is dit ook niet een onderwerp waar je zegt van, nou, laten we dit maar stapsgewijs gewoon maar eens gaan experimenteren met elkaar, in plaats van dat je het meteen heel groot maakt? Hans, schiet zo recht over dit ding. Ik ben hard gegrepen, want ik bedoel, de plannen van de energietransitie gaan over 2050 of 2040. En daar worden verhitte discussies over in de Raad gevoerd. En dan heet dat allemaal regionale energiestrategie. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet bezig met de jaarcijfers van mijn bedrijf in 2050. Ik heb wel een zeker toekomstbeeld, maar ik heb de eerstkomende 3 jaar, daar gaat het om. Ja. Dus laten we gewoon doen wat nu kan. Volgens mij moeten we hem zo ook aanpakken. Zo moeten we hem aanvliegen. Dus eigenlijk is toekomstbestendig ondernemen is niet gaan zitten. Geen plan maken, maar gewoon aan het werk. Maar gewoon innovatief aan het werk, adaptief zijn.
bewegen en ook met name ook samenwerking zoeken. Ja. Dat is volgens mij de kernboodschap die jullie hier nu neerzetten. Daarnaast merk ik heel erg aan de kant van de overheid, Helene, dat je zegt, ja, wij zullen dus ook moeten meebewegen in die adaptiviteit. Dus de adaptieve overheid hoort daarbij. Dus het lijkt me een hele mooie uitdaging voor Noord-Holland-Noord om het zomaar eens met elkaar op pad te gaan. Dat zeggend komen we ook op dit moment aan het eind van het programma. Ik wil jullie in ieder geval heel erg danken voor je inbreng. Ik denk dat het inspiratie heeft opgeleverd. Volgende week hebben we weer een nieuwe livestream op 1 april. Het toeristische seizoen begint en dat gaan we vieren op 1 april om 2:30 in het Zuiderzeemuseum. Dan zal Destinatie Marketing Holland boven Amsterdam de aftrap geven voor een heel mooi, hopelijk ook heel erg veel bezoekend toeristisch seizoen van Noord-Holland-Noord. Mooi. Dank voor jullie aanwezigheid. En dank voor het kijken. Dank je wel.